Gisteren vond een 4 uur durend spoeddebat plaats in de Kamer over de boerenprotesten, waarbij werd aangedrongen op een bemiddelaar tussen de overheid en de boeren. Maar wat heeft bemiddelen voor nut als de overheid niet wil afwijken van haar plannen? En hoe verhouden die plannen zich tot de verkiezingsprogramma's van de coalitie? David Boerstra zocht het allemaal uit voor ons, want ja, het duurde 4 uur, het spoeddebat, maar jij hebt het helemaal bekeken. Ja, ik heb het toch gekeken, want ik vond het wel zo belangrijk. Hè? De boeren die zijn het land in en ja, die zijn gewoon tot wanhoop gedreven. En blijkbaar is de afstand met de politiek zo groot geworden inderdaad, en je zei het net al, dat er een bemiddelaar nodig is. Er moet dus iemand tussen Den Haag en de boer of de burger inkomen te staan, want ze zijn zo ver van elkaar afgedreven dat ze elkaar niet meer kunnen vinden. En ik heb het gekeken inderdaad. Einde van de polder eigenlijk. Ja, nou ja, je zou het wel denken. We zijn inderdaad een land wat heel veel met elkaar overlegt en dan na lang overleg, polderen, kom je tot een gezamenlijke overeenkomst. Maar dat zijn we kwijt. Dat moeten we weer gaan vinden. En Caroline die opperde van, nou, dan hebben we een bemiddelaar nodig. Laten we iemand aanstellen die kloof weer kan dichten. Sophie Hermans die was in gesprek met Caroline. En we kunnen even kijken naar hoe zij nou hierover denkt. Laten we gaan kijken. Fragment staat klaar. Een overleg gericht op verzoening, gericht op het gesprek op gang brengen om dat beleid waarvan we de kaders en de doelen nu hebben vastgesteld, om dat van de kant te krijgen, om die gebiedsgerichte aanpak te kunnen gaan invullen. En laten we dat voorstel afwachten en dan ook kijken of dat past bij hoe u het in gedachten heeft. En dan komen wij wellicht tot elkaar. Dank u. Vraag van de heer Wilders, PVV. Voorzitter, wat is dit voor een goedkope schijnbeweging van het CDA en ook van de VVD nu? En dat brengt mij tot de conclusie dat u gewoon geen enkele boer vertegenwoordigt. U vertegenwoordigt 0,0 boeren. U vertegenwoordigt niet de boeren, en dat wilde u ook niet, die de wet overtreden. Maar u vertegenwoordigt ook niet die grote groep boeren die de wet niet overtreden. Dat pretendeert u wel, maar dat doet u helemaal niet. Want u zegt hier 12 keer achter elkaar dat u de doelen die zijn vastgesteld handhaaft. En als je nou enigszins al gelooft in een bemiddelaar, dan betekent dat, want dat doet een bemiddelaar, dat je elkaar halverwege ergens tegenkomt. En dat je dus ook bereid moet zijn om die voorafgestelde doelen, om die bij te stellen. Wat heeft het anders voor zin om te gaan spreken tussen bemiddelaar en anderen en de boeren, als je van tevoren al zegt, maar we maken je toch kapot. Dus ik vraag aan de fractievoorzitter van de VVD, mevrouw Hermans, vraag ik om nog eens goed na te denken. Bent u bereid om de doelen los te laten in die zin dat u met de boer gaat praten om op zijn minst een deel tegemoet te komen? Of bent u dat niet? Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik ben niet bereid om de doelen los te laten. Ik ben niet bereid om de handtekening die ik onder het coalitieakkoord heb gezet om daar afstand van te nemen. Waar ik wel toe bereid ben, is om alles op alles te zetten om dat gesprek, om die dialoog op een goede en een fatsoenlijke manier tot stand te brengen. Duidelijke taal van Sophie Hermans, ja. De fractievoorzitter van de VVD. Hè. Ze zegt, ik ben niet bereid om de doelen bij te stellen. Wel bereid om het gesprek aan te gaan. Ja, maar op basis waarvan. Maar dat is een term, die komen we zo meteen ook nog tegen. Het gesprek aangaan, de dialoog. Dat is onderdeel van de bestuursstrategie die men ook aangaat op basis. Hè. Ook een andere term is gebiedsontwikkeling. En dat komt voort uit de omgevingswet. En die is alweer vastgesteld in de nationale omgevingsvisie. En dan komt ook weer jou. Milieudefensie is geen particuliere club, is de overheid. 10 miljoen overheidsbudget, waarvan ze al 2 miljoen in die klimaatzaak hebben gestoken. Want een deel van de overheid, buitenlandse zaken en anderen, die voeren dat internationale beleid uit. En dat komt uit de Green Deal en dat komt uit de Verenigde Naties. Dat moeten zij doorvoeren. Dus die termen van gesprek aangaan, alles zit al in beton en daar mogen zij gewoon niet van afwijken. Dus dan wordt het een beetje wat wollig praten. En je mag ook niet meer boos worden. Hè? Nou, dat is het ook. En dan gaat het de hele tijd over de vorm, et cetera. En er wordt zelfs vandaag werd er gedaan alsof het een handreiking is. Hè, dat de politiek weer wil praten met de burger of de boer. Want Christiane van der Wal die had het over van ja jongens, maandag ga alsjeblieft niet demonstreren. Ga het gesprek aan. Maar daar is het in al die maanden, jaren al misgegaan. Hè? De boerenorganisaties hebben zich teruggetrokken uit de gesprekken, omdat het alleen maar ging over onteigening. Hè? Dictaat werd het genoemd door Segers volgens mij. Nee, ik weet niet meer precies of het Segers was, maar in ieder geval de collega die naast Geert Wilders stond, die zei ook van ja, het wordt een beetje opgelegd. Het is eenrichtingsverkeer. En ja, Sophie Hermans die zegt het ook gewoon eerlijk. Dat vind ik dan wel weer netjes. Van, ja, ik wil best het gesprek aangaan, maar het beleid dat staat en dat zal niet veranderen. Ja.
Maar toch wel heel veel eerlijkheid voor een VVD'er. Ja, ja, maar je ziet wel de moeite die ze mee heeft en de houding. Ja, ik heb bijna medelijden met haar. Maar dat beleid dat ze uitvoert, dat is wel interessant om even te bekijken. Daar heb ik me ook even in verdiept. Want ik dacht, ja, hoe kan het nou dat die kloof tussen de burger en de politiek in dit dossier zo groot is, terwijl, ja, iedereen mocht toch stemmen? Ja, je zou denken van, je krijgt de leiders waar je om hebt gevraagd of die je verdient als maatschappij. Maar ja, die hebben een verkiezingsprogramma van tevoren. Die moeten ze verkopen aan de burger. Die kan dan stemmen. En dan krijg je in een democratie de leiders en de volksvertegenwoordigers die, nou ja, waar je waarschijnlijk op had gehoopt. Ja, want ze hebben het ook steeds over bescherming van de democratie. Hè? Daar begon die blonde, hoe heet ze, Kuiken? Ja, 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 dat is ook mijn favoriet van mevrouw Kuiken. Als jij iets boos over de overheid twittert, dan doe je al aan online agressie. En dat in die officiële stukken ook van het Openbaar Ministerie wordt dan ook over bedreiging van de democratie gesproken. Ja. Maar jij hebt mooi gekeken hoe, ja, wat is democratie nou eigenlijk? Is dat bij een verkiezingsprogramma dus doornemen? Daar zou je in principe op af mogen gaan. Dat is het visitekaartje van een politieke partij. Ja, ja. En die heb ik even doorgenomen van de coalitie. Hè? Want de afstand is dus nu zo groot dat we blijkbaar een bemiddelaar nodig hebben. Maar hoe is dat nou gekomen? En kan het dan misschien zijn dat er toch een verschil zit tussen wat ze van tevoren zeiden en wat ze nu uitstippelen als beleid? Ja, heeft Nederland zelf gekozen voor het stikstofbeleid? We hebben het gecheckt in de blackcheck. Deze week protesteerden veel boeren tegen de stikstofmaatregelen en mogelijke onteigeningen. Jesse Klaver van GroenLinks noemt hier protesten die zijn ontstaan naar aanleiding van het stikstofbeleid een gevaar voor de democratie. Ja, ik heb dit vandaag eerder een aanval op de democratie genoemd. Het moment dat het huis van de minister wordt bestormd, het moment dat een van onze collega-Kamerleden, Dirk Boswijk van het CDA, niet naar de Tweede Kamer kan komen om zijn werk te doen, dan is dat een gevaar voor de democratie. Zodoende rijst de vraag, heeft de Nederlandse burger wel gekozen voor het huidige stikstofbeleid? De Tweede Kamerverkiezingen voor het huidige kabinet werden in maart 2021 gehouden. Uiteindelijk namen VVD, D66, CDA en ChristenUnie plaats in de coalitie. Met betrekking tot de onteigening van boeren lezen we in het verkiezingsprogramma van D66 het volgende. Als onderdeel van de stikstofmaatregelen van het huidige kabinet worden boeren rond Natura 2000 gebieden uitgekocht. Echter, in de verkiezingsprogramma van de coalitiegenoten vinden we dergelijke standpunten niet terug. Wel staat er in het programma van de VVD: het heeft dan geen zin om één sector met hardwerkende mensen als probleem weg te zetten, zoals in de discussie rond stikstof wel gebeurde met boeren. We denken als liberalen niet in krimp en gedwongen snijden in sectoren. Bovendien geeft het programma van het CDA aan: wij zijn tegen gedwongen onteigening. Het is dus duidelijk dat het overgrote deel van de kiezers heeft gestemd op basis van verkiezingsprogramma's die tegen het huidige stikstofbeleid ingaan. Het is dus onwaar dat de Nederlandse burger heeft gekozen voor het huidige stikstofbeleid. Het staat er duidelijk in. We zijn tegen. Dus dan heb je inderdaad dames zoals Atje Kuiken van de PvdA en Jesse Klaver die elke keer het hebben over de democratie die in gevaar is. Hè? Dat zagen we hem net zeggen. Maar ja, volgens mij is er wat anders mis. Want als je een partijprogramma hebt waarin je gewoon letterlijk zegt, hè, we willen niet beginnen aan gedwongen onteigeningen. Of hoe zei de VVD dat? We denken als liberalen niet in krimp en gedwongen snijden in sectoren. En dat ga je dan precies wel doen. Nou, dat is verkeerd herinneren, toch? Ja, dat is wel Rutte misschien geen actieve herinnering meer aan hebben. Maar ja, dan gaan mensen misschien wel demonstreren. En kun je ze dan kwalijk nemen? Kijk, de manier waarop, daar kun je het nog een keer over hebben. Maar mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd. En die willen dan nog wel het gesprek aangaan, dat hebben ze jarenlang gedaan. En nu zie je dat zelfs dat gesprek niet meer gevoerd wordt. En dat, ja, het is gewoon eigenlijk triest. Nee, maar het meer is toch gewoon, het is toch een normale reactie. Je wordt boos als je wordt voorgelogen. En dat is gewoon wat er aan de hand is. Je ziet het nu ook letterlijk in de verkiezingsprogramma's. Je wordt als kiezer gewoon voorgelogen. En was het Sven Hulleman, die noemde de afkorting van de VVD al Vereniging voor Dieven. Nou, is dit niet gewoon hoe politiek werkt? Ja, dat je moet polderen? Ik vind het heel mooi dat je dat zegt, inderdaad, ja. Het was altijd al wel zo, ja, politici liegen. Hè? Maar dat men dat nu ook zo opzichtig doet, en dat wanneer mensen boos worden, dat men dan ook in de totalitaire mode schiet en ook zelfs het boos worden wil illegaliseren. Dat vind ik wel de ontwikkeling waar we nu in zijn. Als jij wordt bestolen, ook als boer, is het toch logisch dat jij in opstand komt?
En het recht op opstand is ook al uit de wet verdwenen. Maar ja, in hoeverre moet jij nog de legitimiteit van een regering erkennen wanneer die op diefstal overgaat en wanneer die liegt? Met mensen die liegen en stelen is in principe gewoon geen gesprek mogelijk. Ja, en dat is wat... Ik snap dat je dat noemt, want uiteindelijk moet je tot een coalitieakkoord komen. Maar vergeet niet, de partijen die ik hier liet zien, die programma's... we hebben het over de VVD en CDA, die samen, dat is 2/3 van de coalitie. Hè? Dus het is D66 die haar eigen partijprogramma er wel doorheen krijgt... maar het merendeel heeft gewoon echt niet gekozen voor dit beleid. Ja. En dan moet je niet raar opkijken als heel Nederland opstaat... van ja, dit hebben we niet zo gewild. Maar goed... Wordt er dan wat mee gedaan? Ja, dan kunnen we kijken naar onze stikstofminister, want die was er gisteren ook. Die was er al eerder, want dit fragment is zelfs al ouder. Die VVD-motie, ik weet niet of jullie die nog herinneren. De VVD die had kort geleden een partijcongres, want ook binnen de gelederen van de VVD ontstond wat frictie. Mm-hmm. En wat bleek nou? 51% van de VVD-leden die daar de motie hadden aangehouden, die hadden gestemd voor de motie. Dat het stikstofbeleid om moest. Ja, dat werd voorgeschoteld aan mevrouw Van der Wal, de stikstofminister. En die had daar een hele duidelijke mening over. Daar kunnen we even naar kijken. Ja, dit had ze te zeggen. Maar dat zou betekenen, zeg ik tegen de heer Epping, dat ik kijk naar achterban en kiezers, in plaats van verantwoordelijkheid neem voor de keuzes die moeten worden gemaakt voor Nederland. En ik heb voor dit vak gekozen om keuzes te maken waarvan ik tot op het bot overtuigd ben dat het nodig is voor Nederland. En dan is het aan mij, aan ons, om dat uit te leggen aan iedereen. Dat vind ik sowieso een plicht. Dat zie ik ook als mijn plicht, om aan iedereen uit te leggen waarom we deze keuzes moeten maken. Maar als ik mij laat leiden in mijn werk door wat een achterban ervan vindt, dan dat is niet de manier waarop ik wil werken, zeg ik er maar bij. Ja, vooral niet laten leiden door je achterban. Ik weet niet wat mevrouw Van der Wal... Ik laat me niet door mijn kiezers leiden. Nee. Ja, dat is wel heel raar. Democratie ook. Nou ja, zeg. Ja. En als dat, het grappige is ook, als er nou één niet kan uitleggen en ook echt de ballen weet wat ze nou met natuur, ecologie, biologie... Ze kan echt nog niet een mus van een gans onderscheiden. Maar zij voelt tot haar bot iets. Ja, een gevoel, dat doet het altijd goed blijkbaar. Maar moet je haar eens horen palaveren over die valse relatie natuur en stikstof. Als er nou één het niet kan uitleggen, dan is het wel zo'n gansje. En je snapt ook niet, wat doet dit met de waardigheid van het ministeriële ambt ook? Wanneer je zo iemand op zo'n plek neerzet, sorry. Maar... En heren, kan dit ook komen door de uitspraak van de rechter? Dat ze ook gewoon geen middelen meer heeft om het anders te doen? Ik denk dat het veel meer met partijlijn te maken heeft. Hè. Dat is inmiddels met partijlijn. Ik denk dat het inmiddels is echt wel bekend dat Rutte vrij met een strakke hand regeert. Hm. En dat zie je volgens mij zowel bij Sophie Hermans net als bij haar. Je ziet een soort van, ik volg de partijlijn. Tot op het bot, hè, zegt ze. Ja. Maar dat is niet vanuit inhoud. Nee. Maar dat is puur vanuit, ik moet dit nou eenmaal verdedigen. Dat is, zo werkt die politiek. En dat is, ik vind dat heel droevig om te zien. Ja, want in hun eigen verkiezingsprogramma's staat dat ze tegen zijn. Ja, maar goed, kijk, dat kan natuurlijk nog, dat is Nederland Polder. Het kan natuurlijk zijn dat D66 dit heeft weten te scoren, hè, bij de coalitieonderhandelingen. En dat nu VVD en CDA een beetje ermee in de maag zitten. Maar ja, dat is dan de Haagse mores, denk ik. Mm-hmm. Op het moment dat je zo'n regeerakkoord sluit, dan moeten alle partijen daarachter gaan staan. En dat is dus typisch wat zij nu doet. Ja. Er was toch ook een stemming en 51% was tegen. Ja, binnen de VVD, ja. Binnen de VVD, dat was ook in het nieuws. VVD en CDA-statenleden keren zich tegen Den Haag, hè, tegen de plannen vanuit de regering. We zien het ook in de provincies, we zien het in de gemeenten. Overal ontstaat weerstand, want die hebben nog wel enige voeling met de burger. Maar hier in Den Haag zijn ze het blijkbaar compleet kwijt. En als Jesse Klaver het dan heeft over een gevaar voor de democratie... Ja, ik vind dit gevaarlijk voor de democratie. Hè? Als een gekozen volksvertegenwoordiger die haar mandaat heeft gehaald bij de burger... zelf haar eigen koers gaat varen en zegt van... nee, ik ga voor het beleid dat mij goed dunkt. Ik weet wat goed voor Nederland is. En ik heb geen verantwoording af te leggen aan mijn achterban. Ja, je zou hem bijna nog een keer willen afspelen om zich niet leiden. Te horen hoe bizar dat is. Dat was ook de definitie van democratie. Ja. Dat is het inderdaad. Wat ik je net zou hem gewoon nog een keer afspelen? Zo dat is wel echt heel belangrijk. Ik vind het gezicht erbij ook wel leuk. We gaan nog een keer kijken. Het is vast een goede moeder trouwens.
Maar dat zou betekenen, zeg ik tegen de heer Epping, dat ik kijk naar achterban en kiezers, in plaats van verantwoordelijkheid neem voor de keuzes die moeten worden gemaakt voor Nederland. En ik heb voor dit vak gekozen om keuzes te maken waarvan ik tot op het bot overtuigd ben dat het nodig is voor Nederland. En dan is het aan mij, aan ons, om dat uit te leggen aan iedereen. Dat vind ik sowieso een plicht. Dat zie ik ook als mijn plicht, om aan iedereen uit te leggen waarom we deze keuzes moeten maken. Maar als ik mij laat leiden in mijn werk door wat een achterban ervan vindt, dan, dat is niet de manier waarop ik wil werken, zeg ik er maar bij. Ja, dit lijkt meer op ideologie en niet echt politiek. Of zeg ik dan iets heel raars? Nee, niet beslist hoor. Kijk, dit is ook, er is ook een lijn binnen bestuurlijk Nederland. Je moet je flinkheid tonen en dat noemen ze dan bestuurlijke daadkracht. Dus dan noem je het geen totalitaire tendensen, maar hè, je moet laten zien dat je flink bent. En niet buigt voor de volkswil, hè, want dan ben je weer populist. Dat is ook alweer zo'n vies woord, hè? Dus ik denk dat het daar misschien mee te maken heeft. Misschien hebben jullie daar andere ideeën over. Kijk, ik vind gewoon, ik heb ook natuurlijk de klimaat- en energiedebatten van de afgelopen jaren gevolgd. En wat ik steeds terug zie komen, is dat doelen zijn heilig. Ja. He, dus op het moment dat er worden met die regeerakkoorden worden de doelen afgesproken. En dat zie je hier heel duidelijk terug. Het doel is heilig. Dat zie je zowel bij Hermans als bij haar. Daar mag niet aan getornd worden. Want dan stort ook in één keer, dan stort in feite de coalitie in elkaar. Dus dan kunnen we, dan is de val van, dus de val van het kabinet. Ja. En dan kunnen we nieuwe verkiezingen uitschrijven. Dus dat proberen ze hier, met hand en tand proberen ze zich daartegen te verzetten. Ja, het is uiteindelijk maar ze, waarschijnlijk tegen beter weten in. Ik kan me niet voorstellen dat dit 4 jaar stand houdt. Nee, want het is uiteindelijk toch ook een soort religie. Want als je het ook hebt over de heelheid van de planeet, net als zo'n Ronald Pols of Donald Pols, hoe heette die? Mm-hmm. Van Milieudefensie. En hoeveel dan kom je op een soort aardeaanbidding ook of zo. En het is een soort heilige missie die ze ook de transitie noemen. Dat mag niet falen. En als dat op zoiets lulligs als politieke weerstand van een stel boeren al sneuvelt, ja, dan valt hun droom in duigen. Ja. Maar politieke partijen die verder geen electoraat meer zoeken en daar rekening mee houden, dat is toch geen, dan valt de politiek toch niet klaar? Nee, dat heet DDR, toch? Kiezersbedrog. Ja, in mijn ogen is dit echt kiezersbedrog. Als je 1 keer in de 4 jaar gewoon een partijprogramma schrijft om zoveel mogelijk kiezers binnen te halen en daarna, zoals Christiane van der Wal, 4 jaar lang je eigen beleid bepaalt, dat misschien wel diametraal tegenover wat je hebt afgesproken met je kiezers staat. Kijk, het belangrijkste contradictie in haar verhaal is dat zij zegt op een gegeven moment, tot op het bot moet ik dit verdedigen of voel ik dit of zo. Ik weet niet precies hoe ze het formuleerde. Maar de ironie is dat toen zij het verkiezingsprogramma schreven, en dat heeft David net mooi laten zien, werd dat helemaal niet gevoeld door haar. Sterker nog, ze zei precies het tegenovergestelde. Daar zie je volgens mij die loyaliteit aan wat er dus in zo'n regeringsakkoord. Want die partijen die hebben tegenwoordig zo ontzettend moeilijk. Die coalities die zijn zo gammel. Dat als zij elkaar niet steunen in de deals die ze hebben gesloten, dan is er gewoon geen coalitie mogelijk. En daardoor zie je dit spastische gedrag. Ja. Maar Rutte zou dit veel beter gedaan hebben. Ja. Een Rutte die zou meteen gezegd hebben van dat is ook een prachtig onderdeel van de democratie. Dat ook in de VVD hier echt oneenigheid, hè? Dus dat het soort 50-50 is. Ja, hè? Ja. En ja, maar soms moeten wij als leiders moeten dan toch moeilijke beslissingen nemen. Zo had Rutte het gezegd. Ja, ja, en zij komt daar nog niet uit. Op die manier. Ze moet nog even oefenen in de VVD. David, kijk nog een beetje naar de tijd, maar volgens mij heb jij nog een bijdrage. Ja, zeker. Over Rutte weten we dat die vooral heel veel ligt. Hè. Er was niet al te lang geleden nog een INO Research peiling waarbij je ziet dat er mensen van de VVD overstappen naar BBB. En als argument wordt dan aangedragen dat Rutte zijn kiezer niet meer vertegenwoordigt, te vaak ligt, geen herinneringen heeft, et cetera. Maar dan moet ik het andere partijen als D66, ik ga het echt doen, toch nageven. Die zijn wel eerlijk. Dat liet ik net zien in die blackcheck. Hè. Daar zie je gewoon staan. Wij zijn voor het onteigenen van boeren. En ik weet niet of jullie het nog weten, maar deze afbeelding die we hier in beeld zien, 28 februari 2021, dit is het verkiezingsdebat bij RTL. En je ziet daar allemaal van die pilonnen op rood staan. En mevrouw Kaag, die heeft hem op groen gezet. En ben ik heel benieuwd of jullie weten waar het hier om draait. Want mevrouw Kaag is voor en de rest is tegen. Ook over de onteigening van boeren? Ja, dat zou je nu wel gokken. Ja. Nee. Dit gaat over het coronapaspoort. Aha. Dus 1 maand voor de verkiezingen
ik zou hem echt onthouden. Dan zie je dus in het groen mevrouw Kaag die gewoon aangeeft... ik ben voor het coronapaspoort. Dat heeft ze ook altijd volgehouden. Mm-hmm. Maar de rest, ja, die is inmiddels ook allemaal bijgedraaid natuurlijk. Hè. Dat weten we van de afgelopen 2 jaar. Ah, ja. Maar die doen hier, een maand voor de verkiezingen... nog alsof ze tegen zijn. En de enige... David, sinds wanneer ben jij pro-D66? Nou, nee, zeker niet. Geen enkele vezel dat ik pro-D66 ben. Op een valse manier zijn ze eerlijk. Maar ik moet ze wel erkennen dat ze gewoon open en bloot... hun, ja, ik zal niet zeggen kwaadaardigheid weergeven... maar wel gewoon eerlijk zijn over wat ze willen uitvoeren... wat hun plannen zijn met het land. En daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Dus de mensen die daarop stemmen, ja, daar zou je van denken... die weten wat hun te wachten staat. Maar als jij stemt op het CDA... of op de VVD, en je krijgt dan dit stikstofbeleid nu voorgeschoteld... dan snap ik dat je daar echt aanstoot aan neemt... en dat die boeren daarom nu demonstreren. Ja, want geef eens ongelijk. Dus D66'ers kennen geen kiezersbedrog? Nou, daar kunnen we een andere uitzending aan. Wordt vervolgd. Dankjewel, David.